wil niet zeggen dat het aan me vreet of zo. Maar het is zeker wel, heeft zeker wel een impact op mijn mentale gezondheid. Ja, het is een beetje blok aan je been. Je hebt gewoon altijd, het is er altijd, het gaat niet weg. Jorik bouwde een studieschuld op van 30.000 euro. Hij legt zelf uit hoe dat komt. Ik heb wel maximaal geleend. Ik woonde toen, ik woon nog steeds op mezelf. Dus er moest de huur betaald worden en boodschappen. En dan kom je op ongeveer zo 1000 euro per maand uit wat je kan besteden. Het zou natuurlijk handig zijn geweest als ik gewerkt had, zodat die schuld niet zo ver op zou bouwen. Maar ik was 50 à 60 uur per week met mijn studie bezig. Zo bouwde hij dus een flinke studieschuld op, waar hij nog lang niet vanaf is. De volgende investering die je wilt gaan doen, die zul je uit moeten stellen totdat je die studieschuld afgelost hebt. Je kunt wel een huis kopen of misschien een auto zelfs, of misschien aan kinderen beginnen of zo. Dat soort plannen kun je wel doen, maar je hebt toch nog die studieschuld. Ik wil niet zeggen dat het aan me vreet of zo, maar het is zeker wel, heeft zeker wel een impact op mijn mentale gezondheid. Studentenvakbond Accu wil daarom helemaal af van het leenstelsel en gaat actie voeren. Wij vinden principieel dat je je niet in de schulden moet steken om goed onderwijs te volgen. Het leenstelsel doet het natuurlijk wel. Dat heeft onder andere als gevolg dat studenten kunnen fluiten naar een hypotheek. Dat studenten jarenlang met echt behoorlijke stress rondlopen. En die schuld achtervolgt je voor 35 jaar. En dat vinden wij heel fout. Dat hoort niet te zijn wat onderwijs jou brengt. Morgen is er een landelijke staking. En onderdeel daarvan is dat er een protestactie in Den Haag plaatsvindt. Waar hopelijk honderden studenten hun stem laten horen op het Malieveld. De protestactie gaat erover dat wij een afschaffing willen van het leenstelsel. Wij zien dat daar ongelooflijk veel problemen door ontstaan. Dat studenten daardoor echt gigantische schulden opbouwen. Daardoor heel veel stress ervaren. Dus wij eisen dat het leenstelsel wordt afgeschaft.